Nou, welkom. Fijn dat we jullie weer mogen interviewen. Willen jullie eerst even voorstellen? Ik ben prins Kevin de Eerste. Ik ben prinses Noah. Adjudant Koen. Dit is jullie laatste jaar als jeugdtrio. Vinden jullie het jammer? Ja, het is op zich wel jammer, maar het moet nou eenmaal. Ja, ik vind het heel jammer. Ik wil het liefst gewoon nog heel lang door. Ja, ik vind het wel jammer, maar op een gegeven moment dan is het ook wel een beetje klaar. Okay. Ja. Kevin, Koen was natuurlijk vorig jaar prins. Ja. Kon hij jou nog wat adviezen geven voor dit jaar? Ja, niet mensen met mijn veren in het gezicht staan. Terwijl hij dat vorig jaar ook 20 miljoen keer heeft gedaan. Noah, is het voor jou anders nu de rollen van Koen en Kevin zijn omgedraaid? Nou, nee, niet echt. Maar soms als je wel wat tegen Koen wil zeggen, denk je dat het Kevin is. Andersom bedoel ik. Kenden jullie elkaar eigenlijk al voordat jullie in het jeugdtrio kwamen? Nou, op zich wel, want altijd als ik bij Koen logeerde, logeerde Noah bij de zus van Koen. Okay. Zijn jullie nog zenuwachtig op wat dat van mee nu dat jullie tweede jaar is? Nou, vorig jaar was ik wel zenuwachtig, maar dit jaar is het wel minder. Ja, voor mij hetzelfde. Vorig jaar hebben we het toch al een keer gedaan, dus nu weet je wel een beetje wat er aan gaat komen. Ja. Ik denk dat we nu ook meer durven, denk ik. Hoe laat moeten jullie zaterdag eigenlijk opstaan? Ben je al vroeg hier? Of? Nee, ik niet. Ik denk dat ik lekker kan uitslapen. Mooi zo. Ik weet niet tot hoe laat. Ik wel. Naar welke optreden kijken jullie het meest uit? Ja, eigenlijk van Steve van de Vries, Bram Krikke en Sean. En ook een beetje Vieze Jack. Ja, ik hetzelfde. Ik heb Vieze Jack. Koen en Kevin, is de steek die jullie dragen eigenlijk zwaar? Valt op zich wel mee. Okay. Noah, mag de prins de jurk houden, prinses de jurk houden na het tweede jaar in het jeugdtrio? Ja, ik mag de jurk wel houden. Wat is nou het leukste aan in het jeugdtrio zitten? Wil je echt iets dat... Feest vieren. Ja, maar als kind mag je niet daar staan. En ja. Dat is altijd wel leuk, om daar boven te staan. Ik vind de gezelligheid wel echt wel leuk. Het is eigenlijk een bepaalde sfeer. Hebben jullie al een idee hoe je carnaval volgend jaar gaat vieren? Nou, dan ben ik 12, dus dan ga ik gewoon naar de op zondagmiddag, avond, bedoel ik. Ja, ik ga dan ook bijvoorbeeld met vrienden of vriendinnen, ga ik dan ook zondagavond ook. Ja, ik ga ook gewoon een grote carnaval doen. Wat zouden jullie willen zeggen tegen het volgende jeugdtrio? Ja, veel succes met mensen niet met je veren in het gezicht slaan. Het is het eerste jaar is altijd wel spannend, maar ik zou gewoon, als je eenmaal op het podium staat, dan is het wel leuk. Ja, ik zal ze heel veel plezier wensen zo ook. Oké. Nou, dat was het. Dank jullie wel.